De minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohamed, wil de oude veerdienst van Komowijnen naar Paramaribo heractiveren. De veerverbinding tussen Komowijnen en Paramaribo ligt al langer dan 20 jaar stil. De betonnensteiger is inmiddels in een vervallen staat en lokale vissers hebben er een huis gevonden voor hun visnetten. Om de veerdienst te heractiveren is de hulp van particulieren nodig en Noor Mohamed hoopt dat de districtscommissaris het voortouw neemt om het project op te starten. Ik weet dat er ideeën zijn om kleine bootjes, dus niet voor 100 auto's, maar misschien voor 2 auto's weer in te gaan zetten. Die plannen bestaan er. Maar ook dat zou een initiatief van particulieren moeten zijn. Ik denk dat de nood daaraan groot is. Dus ik ben 100% zeker dat als een ondernemer met dat plan begint om 2-3 bootje, een ponton in te zetten voor 2-3 auto's met mensen vooral, want daar gaat het om, fietsers, bromfietsers vooral, dat een heel succesvol project gaat zijn. Dat kan ik van tevoren zeggen. Districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab van Komowijnen vertelt in een interview dat hij reeds met president Chandrika Prasad Santokhi over de heractivering van de veerverbinding heeft gesproken. Hij is ook voorstander van particulier initiatief. Ik heb de president gesproken in deze. De president heeft ook gezegd van dat hij meeneemt in zijn regeerplan dat er particulier initiatief wordt geïnitieerd, zodat wij makkelijk kunnen oversteken. Want je weet, als het een particulier initiatief is, dan wordt het zeker netjes onderhouden en dat het ook een goede service zal zijn. U ziet, in de jaren heen kan je zeggen, de hele ambtenarij is verpest door een ander gedragspatroon. We gaan echt dat moeten opvoeden nu. Opvoeden dat ambtenaren echt gaan werken voor hun geld. Er is nogal veel geklaagd over de visnetten die de vissers hier achterlaten op de steiger. Heeft u al gedacht hoe u daar gaat opruimen? Ik heb inderdaad als DR reeds aangepakt. Ik ben nauwelijks een maand of een week zo. Ik zal zeker dat meenemen en de boothouders aanspreken, want het is op den duur een aanzicht van Komowijnen. De veerplein is bekend als een aanzicht van Komowijnen. Alle toeristen die hier komen, ze doen het veerplein ook. En ik heb in mijn openingswoord of bij overname ook gezegd dat ik meer zorg dat het veerplein ook een facelift gaat geven. Districtscommissaris van Komowijnen, Mohamed Safiq Rajab, over de veerdienst tussen Komowijnen en Paramaribo. Indien de betonnensteiger wordt opgeknapt, zal er ook moeten worden gewerkt aan de aanmeersteiger te Paramaribo.